Welkom bij de eerste aflevering van Fototips. In deze nieuwe rubriek ga ik per video een foto behandelen die ik gemaakt heb en ik vertel iets over de instellingen, hoe de foto tot stand gekomen is of wat het verhaal achter de foto is. Uiteindelijk komen er handige fotografietips naar voren die ervoor zorgen dat jij het ook kan toepassen in een vergelijkbare situatie. De eerste foto van deze rubriek is de foto die je op mijn scherm ziet. Ik breng je mee naar mijn scherm en heel veel plezier bij het bekijken van deze video. Deze foto heb ik gemaakt in mijn fotoreis naar IJsland afgelopen oktober. En wat je hier ziet is een hele mooie en ook bekende waterval. Ik laat het hier even zien in Google Maps. Het is de Kirkjufellsfoss. Heel misschien spreek ik het wel verkeerd uit. Zoals vele andere namen waarschijnlijk die je in IJsland terugvindt. Maar het bevindt zich hier in het westen van IJsland. Een hele mooie waterval waar mooie foto's te maken zijn. Nou, toen wij daar aankwamen, helaas regende het. Het waaide ook heel erg hard, dus de omstandigheden waren verre van ideaal. Het lastige natuurlijk met regen is dat de lens continu nat wordt. En dat, daar lag eigenlijk wel een beetje de grootste uitdaging van deze foto. Zelf was ik goed aangekleed, beschermd tegen de regen, dus dat was niet zozeer het probleem. Om de camera heb ik een regenhoes gedaan, omdat het zo hard regende was dat nodig om de camera te beschermen. Alleen de voorkant van de camera, de lens, is natuurlijk wel wat moeilijker te beschermen. Dus dat was een kwestie van continu de lens, de frontlens, schoonvegen en snel weer een nieuwe foto maken. Nou, de camera die ik hiervoor heb gebruikt is de Sony A7R type 3. En ik heb hier een groothoek objectief gebruikt, de 16-35 van Sony. Daardoor had ik een extra brede blik. En dat was ook wel nodig voor de foto die ik wilde maken. Want wat ik wilde bereiken was, ik wilde natuurlijk de waterval in beeld hebben aan de linkerkant. Maar ik wilde ook zien waar het water naartoe stroomde. Zonder groothoek objectief zou je ongeveer, denk ik, tot hier komen. Nou, dan mis je toch wel een gedeelte. En het grote voordeel van het water zien weglopen is eigenlijk dat er veel meer diepte in die foto komt. En dat zou ontbreken bij een standaard zoom. Dus stel, ik zou de foto maken op 24 mm bij full frame. Ja, dan zie je dus niet zo ver het water naar achter weglopen. Nou, dit heeft ook tot gevolg dat ik iets meer kan spelen met de voorgrond. Je krijgt niet alleen een wijdere blik horizontaal gezien, maar ook verticaal. Dus wat ik hier ook kon doen was een stuk voorgrond meenemen. Dat heb ik bewust helemaal naar voren laten komen en hier ook door laten lopen, zodat er een soort van natuurlijk frame gevormd is. En dat deze lijn niet opeens hier het beeld uitloopt. Dus mocht je hier het water volgen, uiteindelijk kom je via de lijn toch wel hier bij de waterval uit. Dus het is geen hele strakke lijn, maar dit water en de overgang van water en land met het groen hier zorgt er wel voor dat er een inleidende lijn in de foto is. Nou, en dat zonder dat de berg hier in de achtergrond ervan af zou vallen. Want de voorgrond meenemen is natuurlijk niet zo moeilijk. Maar als dan deze berg eraf zou vallen, dat zou een beetje zonde zijn. Maar met een groothoek objectief was dat dus geen probleem. Dus landschappen in combinatie met een groothoek objectief absoluut een aanrader. Maar zorg er wel voor dat je een voorgrond hebt. Zonder voorgrond werken de foto's met een groothoek objectief vaak niet zo goed. Nou, verder heb ik het groothoek objectief gecombineerd met een 10 stops grijs filter. Dat zorgt ervoor dat je dit mooie effect krijgt van het water wat als een soort van douchegordijn naar beneden stort. In plaats van dat je de details gaat zien in het water, alle spatjes, wordt het nu een soort van witte waas. En die witte waas zorgt natuurlijk ook voor wat extra contrast in de foto. Dat maakt de foto ook gelijk een stuk interessanter. Zonder 10 stops grijs filter, zonder de lange sluitertijd die ik heb kunnen bereiken, want met de 10 stops grijs filter kwam ik op 30 seconden uit. Ja, dat zorgt er uiteindelijk voor dat dit mooie effect ontstaat. Zou ik het filter niet gebruiken, zou ik op 1/30ste uitkomen, dan zie je het water op een hele andere manier. Wordt het water ook een stuk donkerder, meer de kleur zoals je het hier
in het ja, riviertje ziet. En daardoor zou het contrast met nou, in ieder geval de rotsen hier ook een stuk minder worden. Dus wat dat betreft heeft het 10-stops grijsfilter hier niet alleen het effect om het lange sluitertijd effect naar voren te halen. Het creëert ook gelijk een contrast in het lichte water met de donkere rotsen. Nou, verder, wat kan ik nog meer vertellen over deze foto? Je ziet een aantal mensen in de foto. Er zijn mensen, fotografen, die dat er heel snel uit willen photoshoppen. Ik heb daar nooit eigenlijk problemen mee. En eigenlijk vind ik het zelfs een meerwaarde in de foto worden, omdat je nu in ieder geval een gevoel krijgt van hoe groot en hoe wijd dit landschap is. Als je geen mensen of andere nou, herkenbare elementen hebt waarvan je weet hoe groot ze zijn, ja, dan is het heel moeilijk in te schatten hoe hoog die berg bijvoorbeeld is of hoe hoog die waterval bijvoorbeeld is. En met nou, in dit geval een aantal mensen in beeld, hoe klein ze ook zijn, het zorgt er in ieder geval voor dat je iets meer een ja, beeld daarbij gaat krijgen. Nou, als ik heel even kijk naar de instellingen, ISO 50, dat is de laagste ISO-waarde van mijn camera. Daar probeer ik altijd mee te fotograferen. En omdat deze foto ook vanaf statief gemaakt is, was dat geen probleem. 17 mm, wat dus mogelijk was, omdat ik een groothoekobjectief heb gebruikt, de 16-35. En een diafragma van 8. Normaal gesproken fotografeer ik bij voorkeur van het diafragma van 11, omdat de scherpe diepte in de foto dan misschien iets groter is. De reden waarom ik daarvan afgeweken heb in dit geval is om de sluitertijd niet te lang te maken. Met een diafragma van 11 zou ik op een minuut uitkomen. In principe zou dat prima geweest zijn als het droog was, maar in deze situatie was het niet te doen om de cameralens zo lang droog te houden. Zelfs met 30 seconden kwamen er ook al spatjes op de lens, maar gelukkig ja, niet storend, niet zichtbaar in de foto. Met 60 seconden lukte dat helaas niet, dus vandaar dat ik ervoor gekozen heb om het diafragma ietsjes groter in te stellen, dus op f8, waardoor de sluitertijd net wat sneller geworden is. Relatief snel dan, omdat je met een 10-stops filter fotografeert. 30 seconden is natuurlijk nog steeds lang. Waarom maak ik dan de aanpassing in het diafragma en niet bijvoorbeeld in de ISO-waarde? Want ik had ook naar ISO 100 kunnen gaan. In dit geval heb ik voor het diafragma gekozen omdat ik met het groothoekobjectief heb gefotografeerd. Een groothoekobjectief zorgt er eigenlijk al voor dat de scherpe diepte in je foto al ja, heel erg groot is. Dus met een diafragma van 8 kon ik er wel van uitgaan dat als ik hier ongeveer op de voorgrond zou scherpstellen, dat zowel de voorgrond als de achtergrond er redelijk scherp uit zouden zien. Daarnaast, de weercondities waren ja, niet optimaal. Zorgt er ook voor dat deze berg in de achtergrond ja, nooit heel, ja, echt haarscherp gaat ogen. En de reden is dat er een soort van waas overheen zit. Het is ja, niet helemaal helder, waardoor ja, dit eigenlijk altijd er anders uit zou gaan zien dan de voorgrond. Simpelweg omdat het niet zo'n heldere dag was op dat moment. Dus voor de, ja, wat dat betreft de instellingen en de redenen van nou, in dit geval F8 en waarom niet F11. Want daarmee krijg je in ieder geval bij een full frame camera een iets grotere scherpte diepte die vaak ja, groot genoeg is bij een landschapsfoto. Mocht je geen full frame camera hebben, dan is F8 eigenlijk al een hele goede uitgangswaarde voor een landschapsfoto. Nou, de apparatuur die ik heb gebruikt, mocht je daar benieuwd naar zijn, de camera, de lens, het filter, het statief, zal ik bij onder deze video erbij zetten, zodat je daar ook nog even naar kunt kijken. Tot zover de eerste aflevering van Fototips. Binnenkort verschijnt er weer een nieuwe video waarin ik een andere foto behandel. Hopelijk heb je wat opgestoken. Laat vooral even onder deze video weten wat je ervan vond, want dan weet ik of ik met dit soort video's moet verder gaan. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.